Philips heeft de jaarresultaten over 2012 bekendgemaakt. In december kwam Philips al naar buiten met een behoorlijk slecht bericht, namelijk een boete van ruim 500 miljoen euro opgelegd door de Europese Commissie in zaak een mededingingszaak over verlichting. Daardoor is de winst in 2012 uitgekomen op 231 miljoen euro en dat is per aandeel een kwartje. Dat is niet heel erg veel als je bedenkt dat het aandeel Philips op dit moment ongeveer ruim 22 euro staat. Als je de winsten van Philips de afgelopen jaren bekijkt, schommelt het heel erg sterk. In 2010 was er nog een uitstekend resultaat van 1,5 miljard plus. 2011 ging het mis, afboekingen, reorganisatiekosten. Verloor Philips ongeveer 1,3 miljard. Dit jaar is het dus zo'n 230 miljoen. En de vraag is, wat wordt het komend jaar? Philips had, als het niet last had gehad van boetes en reorganisatiekosten, dit jaar in de buurt uit kunnen komen van ongeveer 1 miljard euro netto winst. Misschien net iets lager. Dit jaar kan Philips dat dus halen, mits het niet aanloopt tegen allerlei negatieve dingen waar het de afgelopen jaren wel regelmatig is tegenaan gelopen. Als we kijken naar de koers van Philips, is die sinds afgelopen juni, toen het ongeveer 14 euro stond, is die opgelopen naar ruim 22 euro nu. Het is een stijging van bijna 60% in 7 maanden. Een behoorlijke stijging. Het dividendrendement is nog steeds, ook op deze huidige hogere koers, 3,3%. En daarmee is het prima. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom Philips zo hoog staat. Philips keert 75 cent uit, doet dat al jaren. Dit jaar keert het weer 75 cent uit. En de verwachting is dat de komende jaren Philips dit blijft uitkeren. En op 3,3% is Philips gewoon eenvoudigweg beter dan een spaarrekening. De resultaten, zoals ik al zei, zijn heel erg wisselend en dat maakt het moeilijk om een langetermijn verwachting voor Philips te geven. Zoals ik al zei, ik verwacht zelf dit jaar dat Philips iets onder 1 miljard gaat verdienen en dat komt per aandeel neer op 1 euro. Op die basis van 1 euro, is de koers-winstverhouding dan ruim 22 en daarmee vind ik het niet goedkoop. Maar aan de andere kant, voor bedrijven die worden gezien als kwalitatief goed, zoals bijvoorbeeld Unilever, worden tegenwoordig behoorlijk hoge prijzen betaald. De koers-winstverhoudingen zijn niet zelden in de buurt van de 20 en ook dus bij Philips. Wie ervan uitgaat dat Philips overeind blijft, en op zich geloof ik dat wel dat Philips overeind blijft, kan gewoon deze aandelen blijven houden. Kopen is een wat ander verhaal. Ik denk op dat deze huidige koers dat nu instappen wat aan de late kant is. Voor mensen die al langer in Philips zitten, die dus een wat lagere koers hebben, die kunnen hier rustig blijven zitten, in ieder geval dividend blijven binnentikken en hopen op verdere koerswinst. Ik zou overigens niet al te veel koerswinst verwachten vanwege de al hoge waardering en de altijd aanwezige kans op tegenvallers de komende kwartalen en wellicht de komende jaren.